Behalve aangeboren hartafwijkingen kunnen kinderen ook nog last hebben van hartritmestoornissen. En een hartritmestoornis uit zich meestal in het feit dat het hart te snel gaat, op hol slaat. Hartritmestoornissen kunnen al aanwezig zijn voor de geboorte. Dus bij controle bij de verloskundige hoort de verloskundige dat het hartje van de baby veel te snel gaat. En die hartritmestoornis kunnen we dan via de moeder met medicijnen behandelen.